Nee. Zo lijkt het. Paul, altijd Paul. Allee, jongen. Die tackle. Allee, doelpunt. Yo, jongens en meisjes, en welkom terug bij een nieuwe video. Het is even geleden dat ik eigenlijk nog eens een video heb opgenomen. En ja, ik ga terug beginnen met Kas Open. Ja, ik weet, het is nog 6 maanden en FIFA 20 komt uit. Maar ja, daarom gaan we terug erin vliegen. Ja, we moeten onze eerste speeldag van de competitie tegen Club Brugge spelen. Dat is direct een zware ding. Maar we gaan ook niemand weg laten gaan. Zoals ik al in de vorige aflevering zei, dat ook al even geleden, dus een paar maanden. Dus ja. Ja, veel heb ik eigenlijk niet te zeggen. Alleen dat we Club Brugge een moeilijke opgave is. Dan moeten we tegen. Ik heb net nog gezien en nu ben ik het alweer vergeten. En dan gaan we naar de ploeg kijken. Tegen Charleroi en tegen Zotewaarium. Dus eigenlijk Charleroi is ook nog moeilijk en Zotewaarium. Op papier zou het nog moeten kunnen. Maar ja, op voetbal is een raar sport. Dus ja. En ik weet niet dat ik nog mensen ga kopen, want we hebben eigenlijk wel redelijk veel. Redelijk goede mensen. Alleen ja, we moeten Champions League gaan spelen tegen Dortmund. Ik heb gewoon Kas Open verwisseld met Club Brugge, zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd. Tegen Dortmund, tegen Monaco en tegen Atletico. Dus ja, haal, we gaan nergens. We gaan echt gewoon de laatste plek hebben. Maar ja, misschien als we een betere mensen gaan halen, dat we toch iets kunnen gaan doen. Lening, 1 jaar. Weet je, ik ga eens kijken. Heb ik nog een keeper? Normaal wel. En als ik nog een keeper heb, dan mag je hem gewoon uitgeleend worden. Mag je hem naar Polen gaan. Het is een ploeg uit Polen. Ja, weet je, hij mag. Hij mag uitgeleend worden. Ik zei net nog dat ik niemand ging laten gaan. Maar, ja. Hij mag wel eens gaan. Oké. Okay. Tenzij dat hem zelf zegt van nee, ik blijf bij Open. Ja, dan, dan blijft hij maar. Dat kan ik niet zeggen. Diallo is ook gewild bij veel mensen, maar die wil ik net niet weg hebben. Tjonge jonge, ja. Voor de rest, oh, hij wil toch blijven? Daar verschiet ik eigenlijk echt wel van. Swansea wil Amani kopen. Ja. Hij is toch tussen de 1.400.000 en de 2.050.000 waard. Dus ik ga eigenlijk onderhandelen met de trainer en ik wil 2 miljoen. En als we 2 miljoen vangen, dan kunnen we misschien wel een betere speler gaan halen. Oké, dat kent iedereen eigenlijk al. Hè. Het zou wel een mooie transfer zijn, al zeg ik het zelf, is een goede speler. Toverkoopclausule wil ik ook 10% van. En dan 2 miljoen. Waarschijnlijk gaan ze dat net niet accepteren. Dat willen we zien wel. Ze willen geen doorverkoopclausule en ze willen 1.750.000. Ja, nee mannen, zeg tegenbod. We kunnen geen doorverkoopclausule meer, dat is jammer. Ik wil gewoon 2 miljoen vangen voor die, dat is toch goed voor een speler als hem. Oké, ik ga er 100.000 aan doen. Oké, nu wil ze het wel. Ik snap het niet, maar ja. En dan moeten we maar bang afwachten dat Amani zelf wil, dat waarschijnlijk ook gaat zijn. Ja. Dan kunnen we wel gaan zoeken voor een andere centraal middenvelder. Diagne, die gaan we nu eens niet wegdoen, omdat ja, Amani gaat weg. Dus ja, misschien heb ik het, ja, Amani is verkocht, wat ik eigenlijk echt wel zag aankomen. Ga maar naar België, of wacht, dan moet ik, scout, of wat, we hebben maar 5,69 miljoen transferbudget.
We gaan gewoon, ik ga gewoon kijken naar een centraal middenvelder en dan zie ik u direct terug. Oké. Ik ben er terug. Ja. Ik heb er drie gevonden. Bastiaan van Standard Luik. Deze naam kan ik nog niet eens uitspreken. Van Muscroen, is 18 jaar wel. En dan nog iemand die te koop staat in Italië. En ja, zijn schieten is goed. Alles is goed. Zijn versnelling, ja, versnelling is 67 tot 77, dus sprintsnelheid is van, ja, zie, dat is dus iets jammer. Maar zijn uithoudingsvermogen is dan wel top. En zijn agressie, ja, dat is ook wel, dat is ook een mindere, dat is niet zo goed. Maar positie aanval, ook perfect eigenlijk. Voor een rechtsachter kan hem ook. Hij kan alleen centraal midden en hij kan ook aanvallend middenveld. En hij heeft één kenmerk en die andere twee niet. Maar hij staat te koop, hij staat te leen en ja, hij heb ik gewoon gevonden. Dus in de hoop dat hij is onze derde keus, dat is onze tweede keus. En dit is onze eerste keus. Allee, mijn eerste keus. Je waarde 3.400.000, maar hij staat te koop. Dus misschien hebben ze daar wel iets. Allee, willen ze dat is een minder, omdat ze er echt wel af willen. Mijn salarisbudget is ook heel slecht. Ik ga gewoon 2 miljoen vragen. Dat is niet slecht, maar 2. Okay, ja, ze willen meewerken. En dat accepteer ik gewoon. 50.000 meer, dat maakt toch niet uit. Oké, dan moeten we deze twee al niet meer hebben. Allee, tenzij dat hij zelfs nog afwijst, want ja, de salarissen zijn ook zoiets. En dan moet ik daar even mee kloten, met de salaris. Wat ik eigenlijk niet zo graag doe, want zie, dat is nu al... ik ga gewoon terug 50-50 zetten. Oké, okay, ja, dat is meer dan genoeg voor open. Ja. Transfer scherm. En dan gaan we zelfs een match spelen, ik ben nu al 9 minuten aan het... Allee. Voor mijn dingen, maar jullie zien maar minder minuten, maar ik ben al 9 minuten aan het lullen over transfers. Hij wil belangrijk zijn. Ja jongen, dat wil ik eigenlijk wel eerst zien, maar oké, okay, maakt niet uit. Misschien is hem wel degelijk goed. Hij wil maar 1 jaar. Ja, dat ga ik ook. Ik ga gewoon accepteren alles. Ik ga afkoopclausule wel negeren. Oh, hij wil wel best weinig voor salaris. Een tekenbonus, ja, weet je... Jongen, je mag komen. Welkom bij het team. Ik hoop wel dat je u gaat bewijzen in het team. Hoeveel algemene rating heeft hij? Zegt nu niet 59 of zo. Dat zou me echt verwonderen, maar je weet maar nooit. Waar staat hem? Hè? 70 mannekes, dat is gewoon de beste centraal. Nee, oké. Tweede beste centraal middenvelder die er is. En dan ja, is het al een goede vangst voor Tegen Club Brugge. En dan zie ik u bij de match. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Beginopstelling van de bezoekers. 4-3-3. Wat betekent dat nou eigenlijk voor de praktijk, Juri? Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe de buitenspelers het invullen en ook hoe de spitsen doen. Kijk, sommige spitsen laten zich vallen. Je hebt ook spitsen die heel diep staan. Je hebt buitenspelers die een man opzoeken.
die lekker gaan pingelen, die lekker acties gaan maken. Dat is allemaal even afwachten. Oké. Jullie hebben de opstelling gezien. Ik heb de nieuwe centraal middenvelder nog op de bank gezet. En we zijn begonnen. Ik hoop dat we weer 90 minuten van een. We moeten niet direct in de paal staan. Goeie type paas. Hij is er door. Moet trappen. Ik had eigenlijk moeten geven. Ai, daar had meer in gezeten. Ik had, ik had gehoopt dat er een goede afstandsschot ging hebben. Ja, maar van dat soort kansen krijg je natuurlijk niet veel. We hebben al op FIFA 18 bewezen dat we Club Brugge aan kunnen. Dus, loopt zich vast. Hier moet dat toch ook lukken. Die bal is weg. Nee. Bal is over de lijn ingooien. Goeie paas. Nu nog een goede voorzet. Bal voor het doel. Oh, ik zag hem erin gaan. Kijken wat ze met die corner kunnen. Oké, corner. 18e minuut. We laten wel zien dat we geen bang hebben. Dat is wel goed. Maar, diepe corner. Corner, maar. De doelman neemt geen enkel risico en box die hoekschop goed weg. Een doeltrap. Oh, corner? Wat? Dat was een doeltrap. Is nog net niet bij hem. Oh, oké, dan gaan we het zoals altijd moeten doen. Hè. Hij neemt de corner kort. En? De bal gaat naast. Ik weet niet van wie, Bouchiri. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Ja, laat maar. De doelman bokst die voorzet weg. Corner kon nog opruimen. En dan. En hij geeft de bal voorzet. Door. En het gevaar is aanhaald. Yo, deze was even te warm. Nergens op. Die heeft ze vast wel eens beter geraakt. Ja, van die afstand moet je er veel beter schot produceren. Ja, deze afzwaaier is een professional onwaardig. Mooi. Trappen. Allee. Hoe zwak kunt je trappen? Ja, ref jongen, we weten het. Dat hij gaat ook direct geel geven gewoon. Dat is straight gewoon. Hè. Ah nee, toch niet? Waarom roept je dat mijn speler? Nou Juri, dat mag je niet mopperen. Blijf bij een waarschuwing. Voorzetje. De bal wordt in de 16. Ik wil wel de wedstrijd overzichten zien. Schoten 1-3 op doel 0-1. Balbezit heeft Brugge wel meer. Tackles 4-3, overtredingen 0-1. Kijk, hoekschoppen 0-2. Nauwkeurigheid schoten 0%, 33%. En nauwkeurigheid passen 85%, 50%. Ja, ik vind de kansen zijn we gewoon beter. Maar ik ga mijn nieuwe opkomer erin zetten. Dus, tot zover. Oké, tweede helft. Come on, boys. Best gespeeld heeft vandaag. Hij straalde wat onmacht uit en... Hij moet gewoon weer zijn best doen om deze verdediging te passeren en zijn ploeg aan haar resultaat. Allee boys, laten zien wie de laatste kampioen is. Schiet kans van dichtbij. De angel is uit die aanval gehaald dankzij die tackle. Oh. Hier in de tweede helft zijn we net getuigen geweest van het eerste doelpunt van de wedstrijd. Ik zeg het net, laat zien wie de laatste kampioen van vorig jaar is, maar... Danielle, kijk hoe dat uit gaat pakken. Man. Volgens mij is het een goede beslissing. Oh. Je krijgt dan toch dat de vaart in ver, het spel behouden blijft. Volgens de nieuwkomers laten zien wat dat in hun huis heeft, maar... Iets te ver. Klein, mannen, dus mannen! De bal. Passeer de achterhoede. Oh, goede tackle, mate. Oh. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Deze ploeg staat voor gaat en gaat wisselen. Rits gaat erin met voor een frisse speler bij. Kunnen ze ja, wij gaan ook wisselen. Lissevic komt erin. Vasthouden. Voor Mulumba. We
weg. De corner wordt diep getrapt. Die bal kijk, hij homekopt gewoon naar zijn goal en dan gaat hem liggen dat hem de kans heeft gemist. Wat geen eigen goal scoren of zo uit u. Ja, hier is nog eens een goal. Ja, hij stond alleen, dus ja, had alle ruimte om te schieten. En hij kiest voor een bal in de 16 meter. De bal komt voor het doel. Oké, nee, moeten we gaan counteren. Daniel Milicevic. Val is weg. Kom aan. Geweldige paas. Voorzetje. Mackenzie, jawel. Opgebied gebracht. Doelpunt. Ze maken de achterstand ongedaan. Wat gaan we hier allemaal nog beleven, man? He. Het kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of beide ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. Doelpunt en wat voor eentje. Hij neemt de bal schitterend uit de lucht. Zo vol op zijn slof. Dan weet je wat het geheim is bij een volley, Evert? Vertel eens. Nou, bij een volley gaat het erom dat je tot aan het laatst naar de bal blijft kijken. Dan raak je hem namelijk goed. Het is net golf. Het is net golf. Waarom? Mooie goal. Mooie counter eigenlijk. 1-1. Het leek een goede paas. Kom maar, nice. Als ze dit goed kunnen uitspelen, nice. Kunnen ze toeslaan. Dat is de laatste aanval, jongen. En dan ga ik u wisselen. Mackenzie! Mackenzie! Die was er, die was er echt wel te weg. Die was echt wel kilometers het naast. Ja, hij komt niet eens op het doel, Evert. We krijgen een wissel. Zo. Dat was toch laatste aanval, val. Voor het einde nog een grote kans. Polé! Ja, Jack dat hij erin zat. Hij gaat voor een geplaatst schot. Oh, en zo gek is dat nog niet. Wat heet, de bal gaat maar net naast. Mooi getrapt door die bal. Dat was de kans. Dat was de kans. Ja, dan moeten we met één puntje genoegen nemen, denk ik. Al wel. Hij als weet we hier nog een goaltje uit kunnen scoren. Nee. Ja, opnieuw een prima. Ja, ref, hé. Een geel kaart er ook nog bij, zeker. Ah, Tony. Deze speler kan zich even geen grove overtredingen meer permitteren, Juri. Absoluut niet, hij heeft zijn krediet verspeeld. Come on. De tegenstander weet de paas. Oké, 1-1. Einde wedstrijd, ja. Geen winnaar vandaag. Jammer, we hadden eigenlijk moeten winnen. Maar zo, de eerste wedstrijd van dit seizoen dan zit op. Als je 1-1 speelt in Club Brugge, dan mocht je al tevreden zijn. En zeker als kas open zijn. Charleroi moet tegen Antwerp en Lokeren moet tegen Genk. Ik ben eens benieuwd wie zijn eerste speeldag gaat winnen. Antwerp heeft... Oh ja, ik kan hier gewoon kijken, dan niet? Ja, ik kan hier ook kijken. Gent heeft zijn dingen gewonnen. Anderlecht heeft verloren tegen Kortrijk. Oh, wauw. Cercle heeft gelijk gespeeld tegen Sint-Truiden. Zottewaarheim heeft gelijk gespeeld tegen Waasland-Beveren. Oostende heeft 1-0 gewonnen tegen Muskroen. Charleroi heeft 0-2 verloren van Antwerp. En Genk heeft 1-1 gespeeld. Dus, ik zeg het. Je kunt altijd voor verrassingen staan. Nu moeten we tegen Charleroi. Ja. Wat moet ik daarvoor zeggen? Ik ga mijn ploeg trainen. ABBAC. Oké, mooi. Mooi, ja echt. Mooi. En dan... Charleroi staat te wachten. Ja, ik heb weer last van een oog. Sorry dat ik te veel aan een oog kom. Maar ik zie u bij de match. Hallo voetballiefhebbers, ik ben Evert ten Apel en Juri Mulder zit naast me. Ja Evert, en wij hebben er allebei enorm veel zin in deze wedstrijd. Zeker weten. En dit is de formatie waarin het Duitsland van start gaat. Het elftal speelt de bal 4-3-3, dat worden wij Nederlanders ook vrolijk van. Dit is
dat is toch wel heel erg negatief. Ja, hij is heel defensief, heeft het behoorlijk behouden en ja, is een conservatieve manier van denken over voetbal. Oké, jullie hebben de basis 11 gezien. Ik ga weer al die nieuwkomer op de bank laten starten. En hopelijk gaat hem wel een goede inval. Gaat hem goed invallen. En hopelijk kunnen we hem na een tijd als basisspeler gebruiken. Want ik ga nu voorzichtig doen met hem. Want ja, een nieuw speler, dan weet ik niet hoe dat hij speelt ofzo. Dus ja. Hopelijk kunnen we het na een tijd doen. En tegen Dortmund mag hem toch zeker starten. Ja, wij mogen aftrappen, dus ja, let's go. Mooie dribbel. En dan hier. Die wordt een trap en jawel! Hoe is het hier? Is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is vanaf Jury. Leg het ook. We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Genadeloos ingeschoten van zeer dichtbij. Daar valt weinig in te behalen. Ja, die was kansloos bij deze actie. Die zal de verdedigers nog wel even dikke les nemen. Tevredenheid is dit van de coach. Ja, hij is vanzelfsprekend blij met die voorsprong. En dat was de eerste. Ja, ja. Mooie bal. Al voorzet. De bal wordt voor het doel gebracht. Corner. Door dit doelpunt kwamen ze op voorsprong. Val. De bal wordt voor het doel gebracht. Goeie kopbal die er zeker was, in leek te gaan. Die moet de echt meer meegaan om te kappen. Want... Oh, goed, dat is een goede type pas op Sardola. Fraai gedaan daar. Maar ik heb hem. De fout. Overtreding, vrije trap. Dat was puur bal, maar oké, maakt niet uit. Oh, ik heb echt last van mijn ogen. Ik zou blij zijn dat ik een nieuwe bril heb. Come on, jongens. Ik verwacht dat de bal voor het doel gezet gaat worden vanaf die plek. Ze slingeren de bal voor. Oh, de tegenstander stoort vroeg. Dat had ik nu niet verwacht. Dat hebben we nog terug. De bal. De scheidsrechter. Ja, jongen. Hey. Dat is een maat. Oh, de scheidsrechter trekt echt geel. Hij toch geel, jongen. Wat gaat je nog zagen? Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Hij maakt een sliding, maar daarbij raakt hij de man. Dat duwen. En nu doorgaan. Dat zou de gelijkmaker moeten zijn. Weg. Mooie redding met de bal. De wild in. En dat in het strafschopgebied. Die bal hoort op de stip. De ruimte is klein. Ik weet niet of hij dat moet. Nu schieten. Die bal. De eerste helft is gespeeld. En de stand is 1-0. Dat had hem moeten zijn. De bal gaat via de verdediger ons over echt de lastig, achterlijn en ja, dan krijgen we een corner. En de bal dat wordt in de best ik weet niet waar hier de bedoeling van was, maar dit lijkt echt altijd tussen de palen. Dat zou moet de bal altijd tussen de palen zijn. Tenminste, nou, ik denk dat hij veel kwaliteit zal toevoegen aan deze ploeg. Dit is was gevaarlijk. Maar hij zorgt ervoor dat het gevaar weg is. Allee, de bal is altijd terug, hè, maar allee, direct terug. Prima. Ja, deze moest er aankomen. Ze maken het achterstand. Godverdomme, jongens. Zeevrees. Het kan nog alle kanten op. Ik ben heel benieuwd of de ploegen nu vol voor de overwinning zullen gaan. De keeper toucheert die bal nog. Maar weet het doel slecht verdedigd van mij. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Oké, we moeten direct wisselen. Ja, weer al twee keer op de tweede keer op vrij dat we gelijk spelen. Oh, waarom? Ja, de betere ploeg. Punten worden vandaag gedeeld, Jury. Ja, het is ergens wel jammer, want je wilt toch liever winnen en drie punten mee naar huis nemen. Ja, ik ben ook teleurgesteld. Ik had ook liever gewonnen, maar ja. Oké, tegen Zultenwaargem. Welke is anders aanpakken? Ik had 4-3-3, maar dan gewoon de 4-3-3 verdedigen.
En als ik nu eens 4-3-3 aanval, pak dan een centraal aanval aan middenvelder, is iedereen ook wel een beetje om naar voren. Dan gaat Garcia op centraal aanval middenveld spelen en die twee centraal, allee, centraal middenveld gewoon. En dan ja, wissel ik die en dan is zo mijn standaard opstelling. Maar ik heb dus ook de vorige match gezegd dat ik een nieuwe spits wil. En ik ga die nu ook zoeken. Dus ja, ik zie jullie zelfs weer al terug. Oké, ik heb twee spitsen kunnen vinden. Deze spits is redelijk goed. Schieten 74. De versnelling 72 tot 82. De sprintsnelheid van 64 tot 74. En dan hebben we Jonathan David van Gent. Zijn schieten is 58 tot 68, dus die andere is wel iets beter. En zijn snelheid is wel van. De versnelling is 81 tot 91, dus de sprintsnelheid is van 78 tot 88. Zijn uithoudingsvermogen is wel. Is ook slechter. En afmaken is. Ook slecht. Ja, weet je. Dan is die andere sneller, maar dan wil ik toch liever een die ook kan afmaken. En dan gaan we proberen hem te kopen. De andere was wel een op uitlening dan. En deze moeten we wel kopen. Dus ik hoop dat ze hem wel. Dat ze terug gaan meewerken. Anders. Oh, weet ik het echt niet. Ik heb al mijn geld opgedaan dan. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Echt? Wauw. 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 Die zijn echt... Zo wil ik het. Jongen. Oké. Ik heb al mijn geld opgedaan, maar als je nu niet wilt komen, dan word ik echt helemaal para, hè. Ik heb letterlijk al mijn geld opgedaan. Ik sta gewoon aan het rood, hè. In het echt zou ik echt failliet zijn gegaan. 69k heb ik nog over van mijn transferbudget. Maar we hebben hem! Ik ga hem er nog niet... Ik hoop echt dat hij een veel betere rating heeft dan die andere mannen. 70 mannen, kus, alsjeblieft, hier zijn patat. Ja. Oh. En dan gaan we nu tegen de match tegen Zoldewaardium, dat ik zie. Ik zie u wel bij de match. Dames en heren thuis, welkom bij de wedstrijd. Mijn naam is Evert de Napel en naast me zit Jurie Mulder. Ik heb echt zin in deze wedstrijd, Evert. Dit is een hele mooie actie. Ik ben benieuwd wat je over de uitproef te zeggen, Jury. De eerste twee wedstrijden van deze ploeg eindigden in de gelijkspel. Ze zijn dus nog ongeslagen, maar omdat ze zo'n goede middenmoot hebben, moeten ze toch af en toe gaan winnen. Vandaag de muziek van de nieuwe middenveld die we hebben aangetrokken. Zou dit dan de man van de geniale pas? Zet met meedogenloos pressievoetbal? Of maak jij iets anders op uit de opstelling? Nee, ik denk dat je gelijk hebt, Evert, als ik kijk naar de namen. Hè. De trainer zal de spelers ook vandaag weer flink opjagen. Dat ze gaan storen voorin, dat ze gaan druk zetten. En op die manier op de helft van de tegenstander de bal gaan veroveren om dan te scoren. En hier zien we de beginopstelling van de bezoekers. De opstelling oogt vandaag lekker aanvallend met drie aanvallers voorin. Ik hou ervan. En jij? Ja, ik speel zelf ook graag in een 4-3-3 systeem even met drie aanvallers. Heerlijk. Veel spelers om je heen. Kun je lekker combineren en lekker aanvallend voetballen. Oké. Kom aan, laten we deze match wel winnen. Goed afsluiten de video. Ik heb een nieuwe spits er ook niet in gezet, want ja, dat is dezelfde reden als bij die andere. Hij moet zijn eigen eerst leren kunnen bewijzen als invaller en dan als paalspeler. Dus ja, laten we beginnen. Die doen.
Oké, wow. Oh, wow. Daar maar boys, is het en hij zit erin. Ja, FIFA maakt het. Allee. Oké, okay, ja, jullie zullen mij wel niet gehoord hebben, ik heb die coach hierna opgezet, maar dus ik mijn tv viel en dat uit. Dat was het eerste doelpunt ik van de wedstrijd. Ik ben serieus, ik lieg niet. Mijn game capture viel dan niet uit, alleen mijn tv viel dus uit. Dus daarom dat we achter komen. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hopelijk die maken we succes? Nog goed, hè. De ruimte met dit? Is klein, dus met spelen dit? Ze de bal geduldig rond. Oh, Leon. Oh. Die bal weg. Daar is de poging. Die moet voor de keeper zijn en dat is goeie hij save. Ook. Ja, de keeper is goed keepers ja, ik ben totaal niet blij dat mijn tv even op zwaar sprong. Maar ja. Ik kan wel blijven klagen, we moeten deze match wel kunnen winnen. Hè. FIFA gaat niet zeggen van, oh, we gaan die goal wel afschraven. Nee, nee. De hoekschop wordt kort genomen. Balbezit heb. Mooie paal, ja, mooie bal. Trappen. Ja, jawel jongens, we zijn er terug. Ze. Doelpunt, de stand is weer gelijk. Ik ben benieuwd of ze nu door kunnen drukken. Dit doelpunt zal in ieder geval een flinke steun in de rug zijn. Geen zwakke trap, gewoon bam! En zo is het weer gelijk. Keeper raakt hem nog aan. Chanske. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Of, raakt hem aan? 1-1, come on boys. Hey jong. Zo. Vrije trap. Lange bal in de 16. Die bal is voor de tegenstander. Oh nee. Prima gestoken, zo lijkt het. Paul, altijd Paul. Een we hebben Paul. En dat is rood. Ja, dat kost waarschijnlijk een rode kaart. Allee, jongen. Tja, dan mag je vertrekken. Dat is onze rechter. Maar één manier om die doorgebroken speler af te stoppen. En daar krijgt hij uiteraard er ook voor. Ja, hij maakt de keuze van of inderdaad een rode kaart of een doelpunt tegen. En hij kiest voor het eerste. Ja. Een vrije trap van grote afstand. Zou die prima schot? De doelman maakt de vrije trap compleet onschadelijk. Aan deze ploeg, daar zullen we nog veel plezier van hebben. Slechte voordeel. Hè. Het is een kort. We krijgen een wissel. Kom aan, hè. Vallen ze mee af voor te kappen. De bal wordt voor het doel gebracht. Oh! Daar is de bal weer. Goeie dag zeg. De keeper was eigenlijk al geklopt. Ja, oh nee, die had erin moeten zitten. Oh, Leon. Oké, mooi. Trappen. Nou. Nee hoor, dit is geen doelpunt en dus ook geen voorsprong. De stand blijft nog even gelijk. Dat lijkt een prima steekpaas. Hij kan voorzetten. Zo, hey, hoeveel fouten nou nog tegenkrijgen vandaag? 25 of zo. Hij wordt naar de kant gehaald en dat lijkt me niet vanwege zijn spel. Want hij heeft het erg goed gedaan vandaag. Eens kijken of ze de luchtmacht weten te bereiken met deze vrije trap. Nee, ja, maar jongen, deze had ik nu ook niet gevraagd. Opgelegde kans. Ik wijs duidelijk naar de flying. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijk of het dat oplevert. Oké, kom aan. We hebben nog 8 minuten. Ze. Die bal lijkt op maat. Steekpaasje. En de aanname. Waarom de allee, joh. De aanvaller kan maar ja, nee, stalen. Daar ligt ruimte voor de tegenstoot. Ja. Die bal is scherp. Vrij gedaan. Oh, die mist daar. Ai, ai, ai. Daar had nog veel meer in gezeten. Ah, slechte paas. Nee, die bal wordt onderschept en de kans Okensi? Is voorbij. Okensi? Jawel! Doelpunt op een geweldig moment, zo vlak voor tijd. Ja, amai, deze moet hem zijn. Dat moet je wel heel raar lopen. Is dit nog weggeven? Come on.
Hier krijgt die speler de bal tegen zich aan. Soms zit het even finaal tegen als je verdediger bent. Dan heb je gewoon pech dat hij erin gaat. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Tevredenheid op het gezicht van de coach, ja. Die... De bal ligt keihard weg, ja. Ja, die gaat zo in handen van de keeper. Van Krambrugge wel, ja. Ja! Oh, het zit ondanks de rode kaart winnen we toch. Misschien moeten we eens meer rood pakken. Ondanks dan dat ze met minder spelers op het veld stonden, spelen. Zijn ze toch in geslaagd deze pot te winnen. Ja. Eens kijken hoeveel staan we staan na de drie matchen dat we gespeeld hebben deze aflevering. KWO Stenders staat eerst met 6 punten, Antwerp staat tweede met 5 punten, Kortrijk staat derde met 5 punten, wij staan vierde met 5 punten, Gent staat vijfde met 4 punten, Standaard staat zesde met 4 punten, Club Brugge is zevende met 3 en Centraal IJsstok met 3 punten. Dus we sluiten de aflevering af op een vierde plek, wat redelijk mooi is. Speler geschorst, ja, dat wisten we al. En ja, oké. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like, abonneer als je nieuw bent. Vergeet ook niet op dat belletje te duwen, dan weet je wanneer ik iets upload. En dan zie ik u bij de volgende video. Ciao.